Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Zwembad en Sauna De Witte Brug. Ja, daar zijn we weer. Het nieuwe jaar, 1 januari. En we gaan ervoor. En heel veel mensen met mij. En de nieuwjaarsduik gaat zo plaatsvinden. En we gaan eens eventjes kijken wat de overweging kan zijn om dat te doen. Nou, daar staan we weer, hè, van de reddingsbrigade. Yes. Zijn jullie met veel mensen? We zijn er maar nog 12. En gaat het lukken vandaag? Het gaat zeker lukken vandaag. En wat zijn de specialiteiten vandaag? Nou, het is heel koud. Er staat een stevige wind, windkracht 5, vanaf de zee. Dus mensen zullen het best wel koud vinden, denk ik, in het water. Ja, dat denk ik ook. En ik zie ook dat er ook nog best een eindje gerend moet worden voordat je in het water bent. Ja, je moet inderdaad een stukje lopen voordat het wat dieper wordt. Dat kunnen we helaas niet mooier maken. Maar jullie staan daar om de mensen op te vangen. Ja, en mochten mensen onderuit gaan of het niet lekker worden, dan halen wij ze eruit. En dan staan we hier met een warme auto, zodat ze even op kunnen warmen. En wat zijn belangrijke tips voor mensen? Zorg dat je lang iets aan je voeten houdt, zodat je voeten goed warm blijven, je hoofd goed warm blijft. En goede warming-up. Ja, nou dat gaan we zo meteen lekker allemaal even samen doen. Yes. Jij ook, toch? Ja, zeker in dit pak. Zo warm. Oh, ja. Nou, dit gaat niet heel lang. Lekker warm? Hartstikke warm. Onherkenbaar in beeld. Zeker. Incognito. Jullie zijn er klaar voor? Ja, zo klaar als kan, hè? Ja? Heb je er zin in? Ja. Waarom doe je dit? Gewoon omdat het leuk is. Een nieuw begin. Ja, een lekker fris begin van het nieuwe jaar. En jullie staan al helemaal klaar. Ja, ja. Eigenlijk tegen het protocol in blote voeten. Ja, maar zo is ongeduldig. Kijk, deze meneer die kijkt alsof hij er echt zin in heeft. Die heb ik ook. U heeft er zin in? Ja, zeker. Ik doe het al vanaf 2000. Vanaf 2000. Oké, dat is al een tijd. Ja. En waarom dan? Omdat het een kick geeft als je klaar bent. Ja. Nu is het iets minder misschien. Nou, op dit moment wel, ja. Maar als je eenmaal uit bent, dan is het heerlijk. Ja, word je dan warm? Ja, dan ben je blij dat je het gedaan hebt. Ja, precies. Dat kan me voorstellen. Ik doe de interviews omdat ik meestal excuus wil hebben. Ja, nou, zou ik ook wel willen. Maar ja, ik moet met mijn kleinkinderen mee. Ah, waar zijn ze? Oh, hier, kijk. De hele familie! En wie heeft het initiatief genomen? Ik denk mijn moeder. Oh, opa heeft het geregeld, begrijp ik. 2010, hè? Zo, nou, lekker en met z'n allen. Met z'n allemaal? Bijna allemaal. Oh, je hebt laars aan, wat goed van je. Ja. Heb je het niet koud? Moet de jas niet nog even dicht? Nee. Echt niet? Nee. En zometeen ga je rennen. Wat ga je doen? Rennen. Ja? Ja. Je hebt er zin in, hè? Ja. Kijk nou, wat een mooi pak heb je aan. Wel toch? Ja, leuk. Laatste momentje warm te pakken. Ja. Nu lachen we nog. Nou, het is wel... Ja. Nou ja, zometeen ben je erin geweest, word je lekker warm, denk ik. Ja, ik denk het wel. Ja, ik hoop. Hebben ze me verteld. Ja, mij ook. Maar we gaan het meemaken. Ja, ik zie hier een leuk stel. Jongens, wat is de overweging? We werden gedwongen door mijn moeder. Je moeder? En wie is... Oh, ik ben de moeder. Nou, het wordt wel koud, denk ik. Ik denk dat het wel meegevallen. Het zonnetje schijnt. Nou, het komt helemaal goed. En vader wilde ook graag, hè? Vader, kom even. Is de DJ er al klaar? We gaan het redden. Gelukkig nieuwjaar, heel Castricum. En waarom ga je dit doen? Ik ga al het oude jaar achter me laten. Lekker warm, jongens! Het is heerlijk warm. Heb je er zin in? Nee. En waarom doe je dit dan? Ik moet voor mijn zoontje. Je moet van je zoontje? Oh, kijk, daar is hij. Hij heeft wel een lekker pak. Een surfpak lekker aan. Ja, dat moet verschil zijn. Ja. Burgemeester, ik zie geen bikini. Nee, ik ben daar niet stoer genoeg voor. Misschien een andere keer.
Ik heb het nu al koud, laat staan als ik zo erbij ga lopen. Daarom doe ik ook de interviews. Ja, maar het is wel geweldig dat maar u geeft het start zijn. Ja, ik ga daar straks op het podiumpje staan of een betonplaat. En dan toeter ik en dan tellen we af en dan toeter ik en dan gaan ze allemaal de zee in. Wauw, nou. Dus ik ga ze alleen maar even aanmoedigen, zeg maar. Ja. Is ook heel goed hoor. Ja. Succes. Dankjewel. Word je goed wakker van. Ja, dat zeker. Beetje koud, hè? Ja, een beetje koud, maar dat geeft niet. Succes! Hé, hey, één keer is geen keer, hè? Heerlijk! Elk heerlijk. Jaar, hoor! Ja, 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 ja. Je hebt zelfs een nat hoofd. Ja, anders herkennen ze me niet, hè? Nee, maar deze man, die doet het elke ochtend. Elke ochtend? Goed voor je, zo schijnt. Ja, het schijnt wel goed te zijn. Dan is het... Kijk, hij loopt hier ook heel relaxed. Zo van, nou, ik ga denk ik eens even me zo aankleden. Nou ja, het was hartstikke goed te doen eigenlijk. Ja, ja lekker. Ja, het is best wel warm vandaag, toch? Ja, dat weet ik. Als je het elke dag doet, dan... Nou, ik zwem niet elke dag in de zee, maar... Ja, onze Wim Hof. Oké, ja. Hey, succes. Gedaan, dames. Ja. Wees trots. Ja, we zijn we ook. Zijn eerste keer? Eerste keer, ja. Nou, knap hoor. Ja. Ik heb bewondering. Nou, het viel me mee. En alles afgewassen? Alles achtergelaten? Alles achtergelaten, ja. Heerlijk. Oh, ja, nou, kijk, je hebt ook nog mensen die kunnen vliegen. Ik zie shirts. Ja, nee. Jullie zijn gesponsord of zo. Ja, we dachten dat het warmer werd bij de KLM. Maar als je water legt, maakt dat niet meer uit. Nee, maakt niet uit. Nee. Maar was het lekker? Het was vreselijk lekker. Al was, of... Nat en koud. Maar we gaan ook zo. Oh, maar één keer is geen keer, toch? We gaan nog een keer. Ja, lekker. Ja, lekker. Ja, lekker. Kom maar bij, kom maar. Lekker? Je ziet er wel verfrist uit. Ja, dat is het ook. Ja. Dat is weer de moeite waard. Ja? Het was dus niet de eerste keer? Nee. Ik doe het zeker één keer per week. Oh. Gewend. Eitje. Ja, appels en eitje. Heerlijk. Eitje. Nou, ga maar. Ja, nog één keer dan. Ja. Tuurlijk. Dit lijken professionals hier, hè? Ja, dat zijn we. Dames met handschoenen en schoentjes. Ja, wel.
Jullie doen het vaker. Wij zijn zo'n keer of vier in de week hier in, de zee. Dus dat dacht ik al aan de outfit. Doen we een keer mee. Ja, nou hartstikke leuk toch? Ja, maar jullie rennen er wat relaxer uit dan de rest. Ja, ik maak een documentaire, Koude Koppen, over mensen die buiten zwemmen. En ik heb een vraag aan alle mensen die dus 's winters buiten blijven zwemmen. Of ze dat zelf willen filmen, hun eigen zwemleven. En dat ze dat dan kunnen ze dat uploaden via koudekoppen.nl. Ik dacht dat de kerstman al naar huis was. Nee, de kerstman is hier. De kerstman is hier? Ja. En de kerstman dacht, lekker, ik ga nog even een duik doen. Ja, precies. Het is heel lekker koud. Is het de eerste keer? Ja. Ja. En niet de laatste. Niet de laatste? Nee. Nou, je ziet er geweldig uit. Kerstman. Dit was het nieuwjaarsduik. Het was weer een enorm evenement. En we willen in ieder geval iedereen nog een gezond, gelukkig en liefdevol 2024 wensen vanuit Omroep Castricum. En tot volgend jaar. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Zwembad en Sauna De Witte Brug.